kijkers, leuk dat jullie kijken voor weer een nieuwe video. Vandaag kunnen we meerdere dingen leren. Bijvoorbeeld zijsalto, waar ik zelf wel kan, maar ik ben afgeleid. Zijsalto, ja, en terwijl ik die dingen doe, moet ik nadenken wat ik nog kan doen. Kan ik nog? Ik heb de video upgeload van voor de bal weg te trappen in de lucht. Dat was zo. Nu met een onzichtbare bal. Wie? Wil je dat kunnen? Ga naar die video. Ik ga nu meteen die video kijken. Kop, klaar. Pa. Als je die nog niet hebt gezien, ja, Laat dan een like achter als je hem nog niet hebt gezien. Kijk eerst deze af en ga dan die video kijken. Het is niet zo erg als je eerst deze kijkt en dan pas die van de bal. Van truc. Wat zit dit dan nu ook alweer? Van trucje leren of zoiets. Ding leren, weet ik veel man. Oké, vandaag gaan we dus de zijsalto leren. Oké, we gaan beginnen. Zijn we dan nu veel te snel achter elkaar? Dat was geen zin. Oké, ik denk dat elke baby dat wel kan, een koprol scheef. Kijk maar, zo. Zagen jullie? Ik deed hem nu niet zo goed, maar zo ongeveer. En dan kan je op zich eigenlijk al. Als je salto kan je ook dit. Dan moet je kunnen voor de. Auw! Ah, dat kan wel heel veel pijn doen. Ah, als je maar niet met. Ja. Met zo dat hartstukje. Op je grote teen beland, want dan. Een probleem hier. Auw, man! Als je het geluid waar harder zit, kan je dat geblaf horen. En dan, eindelijk. Oké, nu. Stapje. 4. 3? 4. 3. 3. Heb ik het nu fout? Laat een comment achter in de reacties. Ah, vandaag gaan we voor de 5 likes. Oké, moet je eigenlijk de salto kunnen? Kijk dan de vorige video. Maar kijk dan. Dan kan je eigenlijk op zich al. Stap 5 is een doen. Stap 5 is een doen, hè? Ja. Nein! Wel blijven staan, hè? Ik spring wel hoog genoeg. Zet hem wel hoog. Ja, jullie zien dat niet, dus ik zet dat er wel voor. Ik kan me eigenlijk nu niet zien door wat ik het voor heb gezet. Jullie kunnen dat goed is niet zien. Maar als het goed is, wel mijn benen ergens hier zo in de lucht. Oké. Volgende trucje. En voor de mensen dat dan nog niet kunnen, dit. Ik bedoel dit. Ik deed eigenlijk gewoon exact dezelfde. Maar de mensen dat daar willen kunnen, het is niet zo cool. Maar daarvoor kan je wel de bal wegtrappen. Dat is ongeveer hetzelfde. Maar dat is niet wat ik nu ga leren. Ik ga nu niets leren. Zonder je voet. Eén voet zo te doen. Kijk. Dat was nu slecht omdat mijn voeten zo te doen. En op het einde zo. Maar in de vorige video is het wel gelukt. En ja, nu gaan we dat leren.
ziet er waarschijnlijk super raar uit. Ik zie me ergens soms en ja, het ziet er raar uit gewoon. Nou, waarom zeg ik nou, ik ben niet in Nederland, ik ben een Belg. Oké, let's go. Eerste stap voor mij, ga dicht bij de camera staan. Dat is niet een stap voor jullie. Dus stap 1. Spring niet helemaal van achter aan je tampon, want dan ga je in het net. En als je geen net hebt, dan val je al de tampon. Nou, oh, waarom zeg je dat altijd? Klopt dan toch? Ja, dus ergens voor het kruisje of rondje in het midden. Voor daar ongeveer. Waar daar ongeveer. Ja, voor dat kruisje. Ja. Ongeveer een beetje meer naar voren. En hier staan. Snappen jullie dat? Dus dat moet zo, anders lukt het niet. Oh. Zo. Kijk. En nu zie ik me echt niet wat ik doe. Zo. Oké. Oh, wat doe ik nu? Ik ben zo gewend om daar te staan. Als ik een video opneem, toch? Yo! Vandaag heb ik mijn intro nu al gedaan? Ja, ik heb even een pauze dus. Ik heb mijn intro al gedaan. Ik ben echt... Oh my god. Oké, stap 1. Op je rug. Op je rug. En een beetje deftig, hè. Kom bij je langs. Ik kom thuis bij je langs, hè. Als het niet deftig is, dan is het niet deftig, hè. Ja. Dan krijg je een banaan. Bananen zijn lekker. Stap 2. Niet op je rug, maar draaien en dan op je buik. Maar dan in één keer. Niet zo. Snap je wel, want dat is fout. Ik snap niet waarom ik eigenlijk de stap doe van dat je op je buik moet. Maar het is gewoon leuk. En zo train je dat ook. Kijk, zo. Zo, het was even te warm. Oké, let's do stap 3, stap 2, stap 3, stap 2. En niet. En auw. Doe het met lange mouwen, want anders krijg ik pijn. Aan beide ellebogen als je het zo doet. Ah, maar dat piekt dicht. Ach ja. Stap 3. Stap 3. Ik kan hem al. 4. Stap 4. Dat is een neppe stap 4. Ja. Ik zat erin getrapt. Draaien. Wacht even, hè. Doe ik een hele draai. Ja, doe ik. Draai en half. Kom op, ik doe een hele draai, maar dan zo, zo ongeveer, op die hoogte. En ik kom op mijn rug en draai nog een halve, zodat ik dat trucje heb. Kijk maar. Snap je? Het is eigenlijk meer als een dubbele. Kijk, ik sta zo, zo en dan ik zo. Dat is meer dan een halve. 3/4 van een draai. Reken uit. Hoeveel kwarten zijn er nog over? 1 natuurlijk, hè. 1, 2, 3, 4. Van de 4. 6 van de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Oepsie, ik dit verkeerd. maar dan kan je hem opties al. Allee, heb je de draai al gedaan? Doe hem nou nu, want dat was stap 5, stap 6. Je kan hem al! Wow, yo!
En dan wacht, we moeten nog een half draadje doen. Dat kan niet meer wel. Ik denk dat dat geen half was. Maar één of twee. Spam in de reacties. Ik sloeg mijn eigen echt. Ik kan nog tegen die. Die was net trouwens. Maar maar gast. Ik ga even bedenken welke trucken dat we nog kunnen doen. Gevonden! Zo in 10 seconden gevonden. Ja. Oké, dus. Dus we moeten op de rug en dan een achtersalto tegelijk. Allee, tegelijk. Als je op je rug bent, moet je je benen zo. En achteruit gaan. Zo dus. Niet zo scheef als mij, want ik kan dat niet recht. Net zoals omdat ik altijd dat doe. Nou, dat is nu verkeerd, maar ja. Zo. Omdat ik altijd dat doe. Eigenlijk is dat wel een half draai. Ja, dat is gewoon een half draai. Dus kijk naar daar en beland daar. Maar ik moet daar belanden. Holy damn. Holy damn. Staat hij nog op volledig licht? Nee. Oh ja, ik ben al een nieuwe video gestart. Of toch niet, ik ben 11 minuten bezig. Ik ben al 12. Wat doet een vliegtuig daar? Wat moet jij doen? Boy, die is super laag. Oh, dat is ook. Maar die is hoog. En ik voel op een ongeluk. Oké. Het trucje. Want eerst moet je hoog kunnen springen. Heel hoog. Kijk, ik spring boven de trampoline. Dat is niet echt zo, denk ik. Nee, dat is niet echt zo. Maar je moet hoog kunnen springen. Je moet je buik. Ja, alleen je buik moet je opspannen. En dan blijf je goed recht. Hallo papi. En dan moet je zo doen. En zorg dat je super neerkomt. Neerkomt op de grond. En terug naar boven kan. En dan is het eigenlijk. Ja, welke stap was dan? Dan was het. Een kick op je. En dan nog weer goed naar recht. Ik verzin al die stappen, dus dat klopt sowieso niet. Zo. Op je. Op je rug en recht. Het was mislukt. Op je. Op je rug en recht. En dan. Kan je nou. Je moet niet per se achterzalto kunnen, maar gewoon heel dik. Oké, hij is gevallen. Was dat lang of niet? Weet ik veel. Ik kijk toch niet vaak naar mijn camera. Alleen naar mijn tablet. Let's go. Dat moet je dus kunnen. De laatste stap. Ik zei waarschijnlijk geen stap bij deze. 1, 2 en 3. En 4 is een doen. Ja. Dat is niet zo cool, maar als je het wilt, dan moet je deze video kijken. Helemaal af. Als je allemaal trucjes wil leren, helemaal af. Petflip kan ik nog niet, dus ik hou mijn trampoline vast. Met twee handen. Koelen. Waarom begint het nu weer koud te worden? Boom. Ja, daar is een vliegtuig dat ik bedoelde. Die hoog was.
Hier zie je al dat stof. Zo. Oké, degene die zei, Matteo is de beste, shout-out naar jou. En nu gaan we verder met de video. Koprol! Nu ga ik voor de kleine kinderen doen. Een koprol. Maki. Doe eerst dit. En stap 2, doe hem dan. En dan heb je hem al. Achter salto. Ik ben... Laat maar achter. Kop. De tuimeling achteruit. Kijk je nou. Waarom praat ik zo? Ik ben geen Hollander. Oké. Niet dat ik haat heb aan Hollanders, maar ik vind ze juist zelfs leuk, maar ik weet niet waarom ik zo praat. Ik denk omdat ik altijd naar YouTubers kijk die zo praten. Let's go. Oké, de tuimeling achteruit. Doe eerst dit, zei ik. Ja, oké, gelukt. Stap 1, stap 2. Is. Zo. Allee, stap 2. Ik ging even naar hier. Stap 2 is. Gewoon draaien. Hallo. Oké. Stap 3. Doe hem! Oké, dat was hem niet. Doe hem! Dat was het niet voor deze video. Nu, een manier om hem te vangen. Dat was hem. Hoor je me nu? Ja, waarschijnlijk wel. Oké. Oké, zo. Oké. Vandaag gaan we twee manieren om de bal te vangen. Eerste manier, gooien. Tweede manier. Oh, trouwens, ik ga hem zo vangen. Oh, verdomme. Ik ga hem zo vangen uiteindelijk. Zo. Snap je? Ja? Maar nu zit ik nog. Een of andere manier. Gooi de bal in de lucht. Zorg dat hij niet achterkomt. Maar gewoon op dezelfde hoogte. En dat moet ik nog niet doen. Gooi hem in de lucht en vang. Gooi hem deftig in de lucht. Want hey, je bent hier wel, een video aan het maken voor dingen te leren, man. Zeg hey, kom op, je kunt het. Vang hem. Trouwens, ik deed zo. Maar het is eigenlijk zo dat ik hem ga vangen. Kapies? Nou, als je op een trampoline bent en je hebt zo'n bal, kan je ook zo doen. Ik hoop dat jullie zagen. Kijken. Ik hoop dat jullie dat niet zagen. Waarschijnlijk wel. Laat maar. Je weet wat ik bedoel. Kijk maar. Kan het wel? Kom op. Kom op, Matteo. Laat maar. Hallo, hoe dan? Hoe valt mijn tablet nu weer? Stap 2. Gooi hem deftig in de lucht. En vang hem op deze manier. Zo. Vloek. Als je nog niet hoog kan gooien en dan vangen. Zoals ik. Eigenlijk kan ik dat ook, kijk. Hey. Ah! Sorry, in ieder geval niet. Als je zo'n puntenbal hebt en super hoog gooit, dat die niet op je duim komt. Want dat doet heel veel pijn. Let's go. Here we go again. Let's go.
Ja, ik heb hem. Zo wel, maar ik heb hem. Oh, daar, die gaat vallen. Die gaat vallen. Oh, ik heb die echt gered, man. Zo. Oh, dat is echt cool, hè. Oh, ik zie die bal. Ik wou zeggen, ik zie die bal pas later, maar hij ligt erover. Voor jullie duurt het waarschijnlijk 1 seconde, of minder zelfs. Maar voor mij duurt het echt 10 seconden. Om helemaal naar daar te gaan en ja. Dit doen! De non zit onder de tampo. Oké, die is weg. Maar voor mij duurt het gewoon... Voor mij duurt het 10 seconden. De bal is in de house. Voor mij duurde dat al was een minuut, want ik had hem te ver gegooid. Ik was aan het lopen, maar ik heb hem te ver gegooid. Oh, daar heb ik even geluk. Oké, gooi hem dus hoog in de lucht en vangen. Oké, volgende stap. Doe de bal weg. Hoe dan, man? Oké. Volgende stap. Voor de baby's die niet kunnen rechtstaan, leer om recht te staan. Zo, rechtstaan. Hoppa, rechtstaan. Kom op, je kan het. Goed zo. Als het nog niet goed zo was, spoel dan even terug en zit dan op pauze. Totdat Luc mag je terug op pauze zitten. Play zitten. Staat er. Goed zo. Sta recht dus. Volgende ding. Doe de bal tussen nu 2 voeten. Volgende stap. Doe hem zo hoog. Zo à la tangos. Ik doe al de volgende stap, man. Oké. Zoals de vorige stap. Doe zo, laat hem los en vangen. Niet zo, maar gewoon zo. Zo. Damn, moet wel lukken, hè. Damn. Jammer, kijkers. Het lukt me ook niet. Ik ben een kleine baby. Eigenlijk niet, want baby's kunnen niet eens dit waarschijnlijk. Holy damn, man. Waarschijnlijk wel dit. Auwe. Man, stoppen. Zo, en dan. Zo, gevangen. Ik heb hem gevangen. Volgende stap. Gooi hem hoog in de lucht. En gooi hem niet uit de trampo. Tot over 3 minuten. Als je de niet had gehoord op het einde. Got him. Tot over 3 minuten. Got him. Ik had hem hoog gegooid. En hij ging er weer over. Dat is de derde keer. Oké, opnieuw. Gooi hem hoog in de lucht en vang hem zo. Stap, volgende stap. Gooi hem in de lucht en vang hem zo. Ik deed zo, maar dat was niet de bedoeling. Ik dacht dat hij er al was, dus ik deed zo. Maar het was misschien. Zo. Het staat. En zo kan je het eigenlijk al, hè. Stap 4, ik bedoel, waarom zei ik als een stap 4? Ik moest eigenlijk geen stap meer zeggen, want het was gedaan. Voor de stapjes. Voor die oefening. Voor de volgende oefening moet je niet zo'n bal pakken. Maar die zachte bal die daar straks zat, die mag dan weg. Ik gooi hem te hard. Nu is het glas kapot. Boeien. Is niet waar trouwens. Oké. Voor de volgende dingen heb je...
beantwoord. Een makkelijke manier nu om gewoon een bal simpel weg te trappen. Ten eerste doe je de bal. Ten tweede zet je de camera weer op. Ten tweede shot je gewoon tegen lichtzolder. Wee! Ten tweede pak je een bal. En doe je zo. Even zien. De tandvoorzijl even zien. Zo zit het. Dan pak je de bal. Zet je wel een beetje. En doe je. Zet de bal erop. Zo. Ik heb niet getrapt. En de volgende stap is gewoon trappen. En dan heb je het. En dit was het voor deze video. En ik zie jullie bij de volgende video. Later!